En tegenover mij staat Thomas Denissen. Thomas, is het een jongensdroom van jou om brandweerman te zijn? Ja, wel een beetje hoor. Had vroeger toch altijd die rode auto als hij uitrukte. Zwaailamp aan, sirenes, ging toch als klein jongens altijd kijken wat gaan ze doen, waar gaan ze heen. Ja, wel heel leuk allemaal. Spannend. Zeker. Spannend. Ja. En hoe oud was je toen je de stap maakte naar de brandweer? 26. Oh. Ik ben nu 39, zit er 13 jaar bij. 26-jarige leeftijd met de opleiding gestart. Hoe gaat dat met die opleiding? Het is niet zo dat je binnenkomt en gelijk mee mag. Nee, een opleiding. Je kunt kiezen tussen een bouwopleiding of een avondopleiding. Ik heb gekozen voor de avondopleiding. Ja. Ik moest elke donderdagavond naar de school in Tilburg. En zo doe ik na 2,5 jaar alles gehaald en dan ben je een brandweerman. Ja, maar conditie is ook belangrijk, hè? Zeker. Ja. Ze verwachten toch wel dat je conditioneel goed bent, ook qua lichamelijk. Ja. Geestelijk natuurlijk ook. Maar sommige moeten elk jaar gevuurd worden, afhankelijk van je leeftijd. Ja, ik hoor wel dat brandweermannen dan met de volgende pak aan de trappen moeten lopen. Klopt, elke keer een heel parcours doen. Ja, ja. Totale oefening of 13, je moet op een trap, op zo'n stijlmassen moet je lopen. Ja. Volle pakking aan. Ja. Dus dat vergt wel afgepeild conditie. Zeker. Maar dat moet ook. En wat is je taak nu bij de brandweer hier? Ik ben manschap. Ja, en dat betekent? Eigenlijk alles wat je tegenkomt. Hè? Van een kat in de boom, tot een autobrand, tot een brand in een bedrijfsgebouw. Stormschades, waterschades. Ja. Kun jij zeggen van, ik heb een keer iets meegemaakt, daar staat er nog steeds bij. Dat er ernstig is geweest. Ja, ze hadden de minst leuke zaken natuurlijk. Ja. Menselijk leed. We hebben hier een trein van zijn Oostenrijk. Helaas, daar was een keer een uitdruk op met het voor de trein is gesproken. Ja. Dat zijn de minst. En hoe vaak gaan jullie gemiddeld uitdrukken in een jaar tijd? Of scheelt een jaar? Gemiddeld 2 keer per week, een beetje gemiddeld. Dat je weg moet? 2 ja. keer per week? Ja. Zo, oh, dat had ik niet gedacht zoveel. Maar, en wat doe je voor de kost? Of werk je constant bij de bank? Nee, wij zijn allemaal vrijwilligers. Vrijwilligers, dus je wordt opgepiept als iets aan de hand, als iets los is. Ja. Ik werk hier in Oostenrijk bij Intergroep. We zijn een kantoor in verzekering die betekent. Oh ja. Dus ik zit ook binnen 500 meter, kan ik hier zijn. Ja, je moet, 5 minuten moet je hier zijn, hè? Als het goed is. Ja, dat redden ze meestal wel. Ja, dat redden ze wel. Ja, ik heb het ook al eens gezien. Ik denk, nou, ze lopen allemaal hard. Hè? Ik kende die mensen ook nog van vroeger allemaal. Hè? De kastelein en iemand had een winkeltje en dan ging die sirene en dan ging het. Maar wat mij ook wel opviel, maar ik weet, dat zal tegenwoordig niet meer gebeuren, maar met dinsdag met Oostenrijkse kermis, daar was het altijd brand. De vuilnishoop stond dan in brand. En dan rukten ze uit. En dan aan de rand zaten ze bij de haaien binnen met z'n allen. Daar hebben wij niks mee, hè? Dat doen jullie niet. Nee. Wij wisten, er was gewoon vast dat wij wisten van, dinsdag, de fik erin bij de kermis en dan... Wij zitten dinsdag aan de bar hier. Ja. Na die vanavond. Wil jij nog een oproep doen tot slot voor nieuwe brandweermensen, mannen zowel vrouwen? Ja, zeker. We zijn nog, Timo is op zoek naar brandweermannen, brandweervrouwen. Lijkt het wat, dan kun je altijd reageren. Ja. Het is niet alleen het uiterlijk, maar ook gewoon het stukje familiegevoel. Ja. Je krijgt een kleine familie bij, zeg ik altijd. Ja. Dus jij blijft voorbegaan. Zeker, ziet er wel naar uit. Zeker. Ja, ja. Zeker. Okay. Ik kan nog jaren mee. Ja, daarom. Ik mag nog jaren mee. Ja. Nou, dankjewel voor het interview. En veel succes en hopelijk dat er nieuwe brandweermannen als vrouwen bij komen. Ja, het is zo leuk, dus dat moet goed gaan komen. Okay, dankjewel. Dankjewel.